Welkom bij GameCloud. We gaan nu weer naar Keulen. 2010 is het. En we gaan kijken hoeveel games er gecheckt kunnen worden. Het is de eerste dag, dus ik ben benieuwd. En kijken wat de reis ons kan brengen. Ja, lekkere Wurst hab ich wie wild beim letzten Dorffest erst gegrillt. Da kam aus dem Nachbarort Besuch. Ich grillte viel, ich grillte flott, ich grillte wie ein junger Gott, bewaffnet mit ner Gabel und dem Tuch. Und da kam zur Party eine Krügers Tochter, so eine kleine, in die hatte ich mich vor Jahren schon verguckt. Ich knapper gerade an der Wiener, kommt die auf mich zu, die Diva, und da hätte ich mich doch wirklich bald verschluckt. Ich hab die Schürze um, ich dreh die Würste rum, ich bin der Rups und steh am Grill mit der Zange in der Hand. Joko, leuk dat je er bent. We zijn hier in Keulen in ons appartement. Ik heb mijn roze shirt aangetrokken. We gaan even kijken hoe ons appartement eruit ziet. Dat is onze mooie grote hal. Moet je die lampen zien, joh. Oh, waren duur hoor. Nou, we komen hier bij het toilet. Even kijken. Oh, dit was niet de bedoeling. Oh, shit. Sorry man. Ja, dat moet ook gebeuren. De deur naar onze woonkamer. Kom maar mee. Ah, hier staat Rick. We zijn aan het kijken waar we morgen naartoe gaan. Kijk. Zit hier zo? Dit is ons appartement. En hier is de Gamescom. Heel dichtbij dus, midden in de stad. Naast dit dom. Nou, wat willen we nog meer? Zal ik je even de woonkamer laten zien. Hier zo aan je rechterhand is de tv. Mooie LCD-tv van Philips, een Nederlands merk. Precies. Wat een mooie designerkast. Heeft wat eurotjes gekost, maar dan heb je wat. Net zoals die bank die achter je staat. We gaan even kijken. Ja, lekkere bank hoor. Dan kunnen we meteen het uitzicht bekijken. Oh, de winkelstraat. Ja, leuke tentjes hier zo, barretjes, supermarktje. Ah, en midden in de stad. Kom mee Joko, dan laat ik je even de keuken zien. Hier de keuken. Daan zit al een beetje te editen aan de intro van vandaag. Nou, laptopje bij ons, kunnen we goed onze itemjes in elkaar zetten. Zou ik je natuurlijk ook even de koelkast laten zien. Hetzelfde als erbij hoort. Kijk, oh. Grote koelkast. Oh, alles op en aan. Biertjes, energiedrink. Water voor degene die dat wil hebben. Hamburgertjes voor vanavond. Ja, dit komt wel goed toch? Zeker weten. Precies. Nou gaan we naar de master bedroom. Kom binnen. Ah, hier slapen we dus in de nacht, als we nog willen slapen. Ja, als je nog een paar uurtjes slaap nodig hebt, dan doe je dat hier. Ah, mooie grote kast, spiegels. Kun je mooi jezelf bekijken. Ja, lekker bed hoor. Oeh. Kom, naar de badkamer. Het laatste deel. Ruime badkamer. Mooi bad, douche. Gewoon steentje. Nou, alles erop en eraan natuurlijk. Hier weer een uitzicht, maar dat is niet zo boeiend. Ah. Dit was ons appartement. Blijf even zitten voor het verdere item. Ja, we vorig jaar helemaal geen aandacht hebben aan besteed hebben en nu dus ja, wat meer is contact opnemen met uitgevers en producers. We hebben dus een aantal speelsessies hebben ingepland en we gaan dus ook naar dit jaar voor het eerst gaan we naar persconferenties. En morgen beginnen we met de persconferentie van EA. Nou, wat denk je ervan? Ja, zeker. We gaan dan Medal of Honor zien. De nieuwe Crysis, Dragon Age 2, FIFA. De nieuwe, ja tuurlijk FIFA, kan niet ontbreken, hè? Nieuwe Need for Speed. Ja, ik ben heel benieuwd. Ja, ik ook. Ik ben echt benieuwd. Misschien, hebben, ze nog wat, misschien hebben ze nog wat nieuws. Ja, we zullen het morgen zien. Ja, precies. Ik weet, het staat er niet op. Ik denk dat het ongeveer een uurtje is, of was het langer? Ja, uurtje denk ik. Een uur, anderhalf uur. En dan zullen we allemaal te zien krijgen wat ze allemaal te bieden hebben. En dan we gaan nog naar Sony. Dat gaan we ook nog doen. De persconferentie van Sony hebben we ook geregeld. We mogen met twee mensen mogen naar de persconferentie van Sony. Terwijl er eigenlijk maar 11 mensen van Nederland welkom zijn. De rest is allemaal andere landen. Maar ja, Sony. Ja, ik wil er wel graag heen. Ja, ik zeker ook. Het is toch de grote drie, hè? Een van de grote drie. Ja, dus ik ben echt heel benieuwd. Pech. Ja. Want Roma en Rick gaan. Ja, dat is een beetje jammer. Maar ja, dan maken we woensdag weer allemaal goed.
We beginnen met Lord of the Rings. Daarna gaan we naar de Konami persconferentie. Dan komt de Homefront, Company of Heroes, WWE SmackDown vs Raw 2011, Red Faction Armageddon en Space Marine. Nou, dat is een hele mond vol. Het is meer THQ dan de andere games. Maar ik ben echt benieuwd. Ja, zeker. Vooral Homefront gaat er denk ik uitspringen. Ja, vooral omdat op de E3 was natuurlijk een duidelijke trailer te zien. Het was een van de beste games. Ja, ik ben echt benieuwd wat die game kan bieden, weet je. Het is echt een hele andere speelstijl. En ik ben echt, misschien knalt die game er wel uit dit jaar op de Gamescom. Ja, dat zou zomaar eens kunnen. De donderdag. Nou, beginnen we met de F1 2010 presentatie. Daar ga jij heen. Ja, daar ga ik heen. Ga ik even kijken hoe die simulatie game van Formule 1 zou werken. En ik ben heel erg benieuwd. Want ja. Codemasters is daar toch wel, naar mijn idee, heel goed in met Dirt en hun race games. Nou, ik heb via betrouwbare bronnen heb ik te horen gekregen dat er een bekende coureur aanwezig zal zijn. Dus daar heb je ook weer lekker geluk mee. Kan je handtekening scoren. En misschien kan jij hem dan winnen. Dus hou de site goed in de gaten, dan kan je misschien die handtekening scoren. We weten nog niet precies of we hem zullen hebben, dus het is allemaal maar afwachten. Maar hou de site dus goed in de gaten. Daarna gaan we naar Lego Universe, Nailed, Super Scribblenauts. En die dag gaan Roma en Rick gaan lekker zingend de dag afsluiten met X-Factor. Nou, ik denk dat we wel talent bij GameCloud hebben, of niet? Ja, zeker wel. Vooral, ik denk dat Rick een hit gaat scoren. Rick, ga jij een hit scoren, denk je? Ja, dat is helemaal geweldig. Het gaat helemaal geweldig worden, zeker. Oké, nou, daar besluiten we dus de dag mee af. Dan de vrijdag, de laatste dag dat wij er zijn. En natuurlijk niet de laatste dag van Gamescom, die loopt nog tot zondag door voor de bezoekers. Maar vrijdag gaan wij helaas al naar huis, s'avonds. Dan komt Spec Ops The Line komt tevoorschijn. Civilization 5, een nieuw project. Kun je daar misschien al wat meer over vertellen? Ja, het is 2K, dus het zal de nieuwe Bioshock zijn. De meeste mensen zullen de trailer wel hebben gezien. Dus ik ben echt heel erg benieuwd. Want het is toch echt een hele andere setting die Bioshock gaat brengen. Het was eerder altijd heel veel water en nu gaan we de lucht in. Dus ik ben benieuwd. Ja, het is nog niet zeker. Ja, het is wel een primeur. Maar het is nog niet zeker dat het om Bioshock gaat, maar de kans is 35% dat het die game is. Is het niet te vroeg voor een nieuwe Bioshock of is het precies de juiste tijd om Bioshock? Nou, ik vind het wel vet dat ze weer echt wat nieuws mee gaan doen en niet weer hetzelfde. Nou, ik ben benieuwd. Daarna hebben we de Konami, gaan we nog een game spelen. Dus een game die wij nog niet op de beurs hebben gespeeld, die gaan we dan nog wel spelen. En dan sluit jij de dag af, of de beurs als het ware voor ons, met Demo 4 3. Ja. En dat is een beetje de planning van de Gamescom. En wat denk je dat nog op de Gamescom verder? Ja, natuurlijk gaan we de beurs gewoon zelf nog op. En dan daar staat ook alles. Dus dan gaan we gewoon nog even de nieuwe Call of Duty, Halo Reach. Gewoon veel mogelijk dingen. Ja, gewoon alles. Ja, toch? We pakken gewoon alles. We beloven jullie, we pakken gewoon alles. Ja, ja. Precies. Nou. Wat zijn de plannen voor vanavond, Daan? Ja, het idee is om vanavond gewoon een beetje sightseeing Keulen te doen. Hier hebben we aangegeven gekregen dat hier Monkey Island was. Dus een of andere leuke loungebar. Wacht, is wel gebeld. Dat kan niet, we zijn aan het filmen, man. Ja, wacht. Dat is belangrijk, denk ik. Even wachten hoor, kom zitten. Ja, is goed. Hallo met Daan David. Ja. Ja, dat klopt. Die persconferentie van Sony, daar hebben we twee kaarten voor gereserveerd. Oh. Dus het gaat niet meer door. Maar 11 plekken. Ja, maar we hadden toch gereserveerd, dan was het allemaal goed. Ja, ik vind het wel een beetje jammer, zeg maar. Ja, wat gaan we nou mee doen? Gewoon op de beursvloer. Maar we kunnen ook niet meer één iemand. Oké, dan zie ik je op de beursvloer. Ah, nee, maakt niet uit. Oké, tot dan. Hoi. Wat was dat, Daan? Ja, Sony. We hadden toch afgesproken dat we met twee man naar de persconferentie gingen? Ja? Daar bellen ze net op dat het niet doorgaat. Nou, lekker is dat.
Nou ja, ze zeggen van er waren maar 11 plekken en de Game Kings hebben sowieso al 5 en zo. Ja, je gaat er nergens meer over. Shit.